Wij zijn nu op de Heemraadsingel en we hebben net Mas gedaan. Een korte locatievoorstelling. Wat is de achterliggende gedachte bij de maskers? De maakbaarheid van deze maatschappij. We kunnen botox doen wanneer we willen, facelifts. We moeten er allemaal piekfijn uitzien. Maar ja, die schijn kan je niet altijd ophouden. Dus het gaat hier eigenlijk bijna letterlijk over het masker wat je opzet. En wij zijn Missiconi Dance Company en wij zijn gevestigd in Rotterdam, in Delfshaven, daar, op de Jagerstraat. We zijn in 2013 ben ik het gestart en eigenlijk met als visie dat iedereen de mogelijkheid moet kunnen hebben om door te stromen als professioneel danser. Dus ook mensen die bijvoorbeeld een verstandelijke beperking hebben, fysiek, eigenlijk van alle. Iedereen die niet op een dansacademie terecht kan komen, kan bij ons die opleiding of die kennis vergaren. Uit wat voor mensen bestaat het? Nu op dit moment mensen met een verstandelijke beperking, bijvoorbeeld syndroom van Down. We hebben mensen afgestudeerd van een dansacademie. We hebben stagiaires van een dansacademie. We hebben Erik op de fiets. Hij deed dit keer niet mee, maar hij heeft bijvoorbeeld spasmen, maar hij is echt doorgewinterde acteur. Op zich een bijzondere locatie om een dansvoorstelling op te voeren. Ja, wij vonden het een hele mooie locatie om iets mee te doen. Waar komen de mensen, de toeschouwers vandaan bijvoorbeeld? Uit de buurt, daarom is hij ook gratis. Dus we doen het echt voor de mensen hier in de buurt. Om een ontmoeting te hebben met ons. Maar ook met dans, met kunst. Om verwonderd te raken eigenlijk. Want dat is uiteindelijk het doel? Ja, mensen iets meegeven waardoor ze denken van, oh wauw, dat had ik niet verwacht.